Hoi, ik ben Kaylee en we zijn hier vandaag in Waterland voor een schoonmaakactie. En zoals jullie zien, zien jullie achter mij allemaal vrijwilligers die vandaag gaan helpen. Wat is uw taak vandaag? Mijn taak is vandaag om de mensen een beetje wegwijs te maken met de spullen. Welke spullen ze kunnen pakken en zorgen dat iedereen goed uitgerust op pad gaat. En we gaan samen afspreken met de groep hoe we lopen, welk park we doen en welke route we een beetje nemen. De mensen gaan een beetje 2-aan-2 lopen, 2-aan-3, dat ligt er wel eens aan. En ze krijgen voldoende spullen mee om spullen weg te pikken. En welke parken gaat u vandaag bezoeken? Nou, het wordt vandaag waarschijnlijk alleen park De Eendenkooi. Dat ligt in het midden van Waterland tussen Vlinderveen en Kikkerveen. En dan steken we over en gaan we een deel, waarschijnlijk een deel van het park Groenewoud doen. En dat ligt bij Baarsveen en de tennisvelden. En dan lopen we langs de buitenkant terug. Langs Vlinderveen lopen we terug. En alles wat aan de buitenkant zo op de pak ligt, dat pakken we ook mee. Het weer zit niet mee, maar toch gaan de schoonmakers vanaf wijkcentrum de Rietlander in groepjes op stap. Er worden grijpers en ook een visnet met lang steel gebruikt. Het is een gezellige bezigheid waarbij soms vreemde zaken worden aangetroffen. En dan uiteindelijk het resultaat van het verzamelde afval.